Goedemiddag en welkom bij de inspiratiesessie van Laudame over het creëren van waarde met data. Ik zie dat de inlogaantallen nog omhoog gaan, dus we gaan rustig aan beginnen met onszelf voor te stellen. En dan hoop ik dat iedereen die erbij wil zijn is ingelogd op het moment dat we echt aan de inhoud van de presentatie gaan zitten. Doe het samen met mijn collega Kees de Vreugd. Dit jaar aangesloten bij Laudame, heeft zelf een goede achtergrond in data management. En is hier om ons te helpen met hoe gaan we opdrachtgevers verder brengen in het organiseren en het ontsluiten van data. Hoe kan je er meer op sturen? Waar kun je het allemaal voor gebruiken? En daarom hebben we ook deze inspiratiesessie in het leven geroepen. Om mensen te inspireren. Wat kun je er allemaal mee? En is dit dan ook echt iets voor jou en voor je bedrijf? Zelf ben ik Wouter Huigen. Ik werk bij Laudame als business consultant. Dat betekent dat ik de menskant, de kandidaten, breng bij de opdrachtgevers. Doen we dat op de manier van, ja, waar staan we? Dus je gaat in gesprek met klanten. Hetzelfde eigenlijk wat Kees doet en dan meer gericht echt op data management. Waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen om het zo concreet mogelijk te maken? Doe dat bij grote bedrijven. Laudame werkt met grote corporates en tegelijkertijd ook met kleinere MKB-bedrijven. Dat maakt mijn werk ook zo leuk. Dat vindt Laudame ook heel erg leuk om bij die verschillende partijen over de vloer te komen. En straks in de presentatie van Kees zie je ook dat verschillende toepassingen voor verschillende bedrijven kunnen werken. Het is niet voor iedereen werkt hetzelfde. Ja, daarover straks meer. Eerst geef ik jou het woord om jezelf voor te stellen, Kees. Dankjewel, Wouter. Ik ben dus Kees de Vreugd, sinds januari bij Laudame aangesloten om verder onze dienstverlening te ontwikkelen op het gebied van data. Dat is echt bedrijven helpen om meer waarde uit data te halen. Data, dat zit overal binnen een organisatie. Om dat naar boven te krijgen en daar ook daadwerkelijk waarde uit te halen, inzichten, acties. Nou, gaan we zo meteen nog even de hele sessie eigenlijk over praten, hoe je dat nu doet. Dat is even kort over mezelf. Ik denk dat we nu verder kunnen gaan naar de volgende. Naar de volgende slide. Ja. En de aantallen lopen nog steeds op, dus log je net in. Ja, haak gewoon aan. Wat leuk is een beetje meer interactie op te gaan zoeken. Anders wordt het vrij monotoon verhaal van onze kant. Waar we ons best voor doen om dat niet te laten gebeuren. En daar hebben jullie voor nodig. Dus laat in de chat even weten. Wat is je functie en wat wil je hier uithalen? Wij hebben natuurlijk de presentatie voorbereid. Maar daarna houden we wel rekening mee dat we dat kunnen afstemmen op iemands situatie. Dus laat vooral weten in de chat. Wat voor werk doe je? Wat wil je eruit halen? En dan kunnen we hier misschien nog even op terugkomen straks. Dan is denk ik goed om door te gaan naar hoe de agenda eruit ziet voor vandaag. Het wordt best wel een vol uurtje zoals je ziet. We beginnen met de strategie. Om vervolgens door te pakken met data en strategie. En daarna de vier pijlers voor data gedreven werken. Nou, nu gaat het natuurlijk in sneltreinvaart. Je ziet staan dat het gaat over mensen, de processen, de informatie en de technologie. Maar Kees die gaat hier de diepgang inbrengen. Tussendoor stel alle vragen die je wil stellen. Dat maakt het ook leuk voor Kees en voor mij om met jullie samen hierover te praten. En aan het einde dan is er natuurlijk ook nog ruimte voor wat afsluitende vragen. En gaan we daarna weer door. Dank, Wouter. Dan gaan we beginnen met de strategie. Want eigenlijk alleen over data praten, dat is niet voldoende. Je moet weten waar je als bedrijf goed in bent, goed in wilt zijn. En waarom jij als bedrijf bestaat. Nou, je ziet hier de Golden Circle van Simon Sinek. Die veel van jullie kennen, denk ik. Het gaat er eigenlijk om, waar begin je bij het waarom? Hè? Waarom zijn wij als bedrijf uniek in wat we doen? Waarom kiest een klant voor ons en niet voor onze concurrent? En dan is de vraag, ja, hoe doe je dat en wat doe je? Ik wil weer niet te lang stilstaan bij strategie, maar ik wil wel benadrukken dat alles wat je met data doet, dat het eigenlijk ondersteunend is aan wat je als strategie kiest. En dat je medewerkers ook alle neuzen één kant op, dat je alle neuzen één kant op wil hebben. Om goed op je data in te zetten om je strategie uit te voeren. Als je gezamenlijk weet waar je het voor doet, dan denk je ook dezelfde kant op. Ja, precies. Want data heeft ook veel met definities te maken. Hè? En dus dat je allemaal over hetzelfde wil praten. En dan hoef je het niet met elkaar eens te zijn, niet per se eens te zijn, maar wel dat je weet waar willen we met z'n allen naartoe. Er zijn altijd mensen die dat beter vinden, mensen die dat wat minder goed idee vinden, maar
Als je bijvoorbeeld naar Coolblue kijkt, die hebben een strategie om de Net Promoter Score, dus echt de NPS, te verbeteren. Dat is echt heel duidelijk meetbaar. KPI voor Coolblue, en daar werkt iedereen elke dag aan. En door de data continu daar ook op af te stemmen, van te meten en te kijken van hoe gaat het, hoe staat het ervoor, bereik je met z'n allen iets en word je steeds beter, haal je ook meer plezier uit je werk. En dan zie je hier eigenlijk op de slide van ja, dan heb je een plan gemaakt, een strategie, en die ga je in de praktijk uitvoeren en dan blijkt het soms weer barstiger te zijn dan je dacht en soms komen er leuke kansen op je weg. Dus je begint met een voorgenomen strategie. Daar ligt je een aantal echt belangrijke dingen uit waarvan je zegt, die vind ik heel belangrijk. Nou, dat heet dan de deliberate strategie. En wat er dan op jouw pad komt aan onverwachte dingen, dat is de emergente strategie. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk in de praktijk tegenkomt. En dan uiteindelijk komt daar dus de gerealiseerde strategie uit. Een leuk voorbeeld, denk ik, zijn we zelf als Laudaan met de consultancy afdeling waar we recent mee zijn gestart, hè, waar ik dus zelf onderdeel van ben. Je zag, klanten hadden meer verschillende disciplines nodig. En nou ja, met onze interim dienstverlening bieden we vaak één persoon op een bepaalde rol aan. Met die meerdere disciplines kunnen we klein beginnen, met meerdere disciplines ergens naar kijken en meer waarde uiteindelijk voor de klant leveren dan we met onze nou ja, gangbare interim werkzaamheden kunnen doen waar we al heel lang heel goed in zijn. Zijn we dan toch begonnen met nog een andere pijler ernaast te zetten. Ja. En dat, nou ja, dat biedt weer hele nieuwe kansen. Ja, wat we van tevoren dan bedenken, dat is dan niet precies waar we dan uiteindelijk gaan eindigen. En dat maakt eigenlijk ja, deze sheet heel erg duidelijk. Ja, ik zie ondertussen dat er goed wordt meegepraat in de chat. Dus dat is hartstikke leuk dat jullie daar zo actief in zijn. Onder andere wordt er gevraagd van, nou, ik wil graag kijken wat kan data toevoegen aan mijn bedrijfsvoering. Nou, ik denk dat dat de spijker op zijn kop is met waar we hier vanmiddag mee bezig zijn. Onder andere ook een stap verder, hoe kunnen we dit gebruiken om te sturen? Dit ligt dan dus echt in de basis. Eerst zorgen dat je een strategie hebt waarvan iedereen heel helder weet, wat is het nou precies? En dan kun je ook met z'n allen dezelfde kant op gaan. Ja, dat zie je ook, hè, dat data, als de data betrouwbaar is, dat mensen ook daar meer mee gaan sturen. Dus als je het fundament goed legt, dan heb je uiteindelijk meer resultaat. Als je bijvoorbeeld je KPI's bekijkt, iemand moet vertrouwen hebben dat die KPI die hij daar ziet, dat dat het juiste getal is wat daar staat. En dat is een belangrijk onderdeel. Ja. Iemand in de chat geeft ook aan consumer controle bij ERES. Hoe maak je soms kwalitatieve KPI's dan zo goed mogelijk meetbaar? Ik denk dat dit is ook wat jij net aansnijdt. Zorg ervoor dat mensen vertrouwen hebben in wat er op een dashboard wordt getoond, dat dat ook de waarheid is. Dan heb je daar geen discussie over. En dan kun je ook echt constructief met elkaar naar de toekomst kijken. Ja, precies. En we hebben ook aparte sessies al gehouden in het verleden over KPI's. Dus echt inhoudelijk gaan wij nu niet op KPI's in. Maar wel op hoe leg je het goede fundament om je KPI uiteindelijk op te baseren. Ja. Zullen we verder gaan? Ja, lijkt me een goede. Dan is de vraag van, nou ja, waar zitten we? Als je je strategie gaat uitvoeren, dan is het dus een kwestie van de relevante data te verzamelen en te meten. Dus continu data centraal te stellen eigenlijk bij het uitvoeren van je bedrijfsvoering. En die inzichten daaruit te halen en te kijken van wat zijn mijn kansen en bedreigingen en hoe kan ik daar adequaat op inspelen. En je bent ook, als je de data echt goed vastlegt in je bedrijfsvoering, maar ook in je processen, daar gaan we straks nog even over hebben, dan word je ook heel flexibel, zeg maar, qua nieuwe kansen die op je pad komen. Als je precies weet hoe alles in de data is ingeregeld, kun je veel sneller sturen. Dus ben je veel schaalbaarder. En je besluitvorming wordt ook beter, omdat je data heb je beschikbaar. Dus het wordt ook sneller daarmee. Dat is een stukje van strategie. Hè? Dus dat is eigenlijk de neus één kant op. Welke data heb je dan? Binnen een organisatie heb je eigenlijk grofweg twee soorten data. Gestructureerde data en ongestructureerde data. De gestructureerde data zit echt in de systemen. Dat is meer vergelijkbaar met hoe het in Excel eruit ziet. Alhoewel je daar ook niet gestructureerd kan opslaan. Maar je praat over rijen en kolommen. In principe, dat is grofweg gestructureerde data. Die moet voldoen aan bepaalde eisen. En ongestructureerde data, dat kan echt overal binnen een organisatie liggen. Het zit in documenten, contracten, gesprekken, e-mails, SharePoint, noem het maar op. Daar is
ontzettend veel ongestructureerde data waar je ook heel veel waarde uit zou kunnen halen. Maar goed, hij is ongestructureerd, dus het is een stapje moeilijker om die data eruit te halen. Maar heel waardevol om daar op de juiste manier mee om te gaan. Dan gaan we even naar de volgende slide. En dat is eigenlijk de piramide die we hebben neergezet. Het fundament is data. Daar heb je ook het meeste van. Maar data op zichzelf zegt helemaal niets. Want als ik het cijfer 1 aan iemand geef, wat in principe data is, dan weten we niet of dat één persoon of één machine. Wat je wil weten is, hoe zet je data om naar informatie? En als je informatie hebt, wil je inzichten uit die informatie halen. En eigenlijk een inzicht is eigenlijk alleen maar relevant als het kan leiden tot een actie. Dus zolang jij niks met je inzichten kunt doen, heb je er ook niks aan. Leveren ze eigenlijk geen waarde op. Hoe je dat doet, gaan we dus nu induiken met de vier pijlers voor datagedreven werken. Maar eigenlijk verrijk je de data stapje voor stapje door te zeggen van, hè, wat is dit nu eigenlijk? Die data vertegenwoordigt jouw business. Dus je gaat er informatie van maken door er wat verrijking aan toe te voegen. En door die verrijking dan op een bepaalde manier inzichtelijk te maken, het stukje inzichten, kun je acties. En we praten dus eigenlijk in deze sessie voornamelijk over het stuk data en informatie, het stuk inzichten. Daar zijn andere sessies voor en daar kunnen we in de toekomst ook sessies voor beleggen. Maar het gaat om, dan kijk je meer naar hoe geef je iets weer, wat is je visualisatie en hoe kun je tot acties komen. Ja, dat is meer hoe je het toont. Ja. En als ik dit verhaal van jou hoor over die piramide die je nu toont, dan is dus eigenlijk het leuke dat door de data te verrijken, ga je ook kansen zien hoe je die data kan benutten. Want misschien dat je dat nog niet helemaal door hebt als dat nog niet zo overzichtelijk in je organisatie is vastgelegd. Maar als het eenmaal is vastgelegd, met die verrijking van die data, hè, de één die je net als voorbeeld nam. En wat is dat dan? Is dat één contract? Is dat één persoon? Als dat allemaal goed staat, dan kun je de data ook makkelijker gaan toepassen. Ja, zeker. Dus het idee is om het en beter te maken, dus kwalitatiever, maar ook sneller en makkelijker. Door je data goed te beheren en te managen, zodat je dat snel kan inzetten. Ja. Dat het eigenlijk hapklare, verwerkbare data wordt. Okay. Komen we nu bij de vier pijlers voor datagedreven werken. Die heb ik hier op de volgende slide staan. We beginnen bij de mensen. Dus de menselijke factor is een hele belangrijke. Dus mensen werken in je organisatie en zijn daarbij dus betrokken bij dit hele proces om data, meer waarde te zien in data. Dus ja. Data meer te waarderen. Maar ook meer daaruit te halen. Dus welke invloed heb je als mens op data? Wat heeft data voor invloed op jouw werk? Processen zijn ook uiteraard van groot belang. Omdat data een bepaalde route volgt door een proces. Mensen voeren iets in. Proces is een aantal stappen met keuzes natuurlijk. Dus data speelt daar een grote rol in. Het stuk informatie is dus, hè, hoe haal je die data uit de processen en zet je het om in informatie, zodat je precies weet wat er speelt. En dat heeft met definities, standaarden en datamodellen te maken. Ja. Daar gaan we dus per pijler straks op in. Technologie ondersteunt het geheel. Dus, en dat zijn dan meer de platformen en de gereedschappen die je mensen biedt om met die data om te kunnen gaan. Helder. Beginnen we bij de mensen. En ik wilde eigenlijk helemaal bij het begin beginnen. Dus niet gelijk over data zelf te praten, maar het gaat eigenlijk meer ook om van, om dit nu relevant te maken voor alle bedrijven, van klein naar heel groot. Ik denk dat dit bij elk bedrijf speelt, is de vraag hoe goed kan je medewerker omgaan met zijn apparatuur. Dus dan praat ik echt over een computer of een tablet of dan kun je denken aan een zorgmedewerker bijvoorbeeld die langs de cliënten gaat en dan de zaken moet invoeren in een tablet of in een computer. Hoe goed kunnen die mensen omgaan met de computer? Want hoe beter ze daarmee om kunnen gaan, hoe beter ze ook de data kunnen vastleggen. En het volgende stap is eigenlijk dan de software en het internet. Het stukje tooling wat ze daarop hebben. Dus de ERP-systemen, maar ook alle andere systemen. Hoe goed zijn de medewerkers daarin? En begrijpen ze wat het effect is van wat zij doen in dat systeem op het verdere proces? En dan het stukje data zelf is eigenlijk dan weer, hoe begrijp ik, kan ik data begrijpen? Snap ik hoe data in elkaar zit, hoe alles zich tot elkaar verhoudt? Wat ook om bijvoorbeeld grafieken te kunnen aflezen. Wat zie ik hier? Als mensen daar voor het eerst naar kijken, kan het nog best wel lastig zijn om goed te begrijpen wat ze zien.
Dus waar gaat het eigenlijk om, digitaal bewustzijn? In welke digitale omgeving bevind ik me? En hoe interacteer ik met die omgeving? Ik doe iets, dan gebeurt er iets. En dat heeft weer impact op iets anders. Het gaat ook over digitale hygiëne. Eigenlijk moet je dan ook denken aan veiligheid, een stukje veiligheid. Dus data is een heel breed onderwerp natuurlijk. Dus sommige dingen stippen we aan. Maar veiligheid is ook ontzettend belangrijk. Dus het gaat over hoe sla je wachtwoorden op? Wie mag er bij bepaalde data? Hoe hou je in de gaten dat iemand die van functie wisselt binnen je bedrijf bepaalde data niet meer ziet en andere data weer wel? En je vaardigheid zegt, hoe goed kunnen mensen dan daar uiteindelijk mee overweg met al die verschillende stappen? Dus het is echt de basis van datagedreven werken, wat mij betreft. En dan heb ik een mooi voorbeeld. Ongetwijfeld veel mensen hier in de sessie kennen dit, maar heel veel mensen kennen het ook nog niet binnen organisaties, is mijn ervaring. Dus je hebt bijvoorbeeld hier een klein screenshotje van Excel. En als je op die knoppen klikt, dan gaat hij van alles doen. Hè? Dat zijn je ribbon is dat eigenlijk waar je snel acties kunt uitvoeren. Maar je kunt in plaats van klikken, kun je ook je toetsen, je sneltoetsen gebruiken. En dat levert ontzettend veel tijdswinst op. Maar je moet wel weten hoe dat werkt. En als je dus Alt indrukt op jouw toetsenbord, dan komen daar getallen bij te staan. En dan kun je dus met Alt 2 iets opslaan. En als je dat soort dingen continu je medewerkers leert, kunnen ze steeds sneller dingen invoeren in systemen en kunnen ze ook steeds beter en worden. En is die werkdruk, die belasting voor de mensen op de vloer, noem ik het maar even, of de mensen die bijvoorbeeld wel met een computer dingen moeten vastleggen, maar niet echt de hele dag achter een computer zitten, ja, kan daar ook nog veel in verbeterd worden. Ja, en hier begint het, om nog even terug te gaan naar de vorige slide, begint het dus inderdaad wel mee. Het grappige is dat we dit vaak overslaan bij klanten. Mensen gaan ervan uit dat ze eigenlijk heel erg handig zijn met een laptop of met welk programma ze dan werken. En in de voorbereiding van deze inspiratiesessie kwam ik hier dus ook al achter dat Kees mij vroeg van ja, hoe handig ben jij dan met Excel? En ja, deze dingen, die gebruik ik dan ook weer niet. En ik gebruik best veel snelkoppelingen. En het maakt het leven gewoon een stukje makkelijker. En wat je misschien nog onderbelicht in het verhaal, is denk ik ook wel gewoon, denk aan RSI-klachten en dergelijke. Het is niet alleen dat het werken makkelijker en soepeler gaat. Dus daar kan je meer lol uithalen, of in ieder geval minder belasting. Maar het is ook fysiek nog eens makkelijker. Dus we zijn in deze wereld met z'n allen bezig met ergonomische werkplekken, hoog-laagbureaus, dat soort zaken. Ja, dit zijn eigenlijk de quick wins die je ook kan pakken. Ja, precies. Hier begint het. In principe. En op de volgende slide eigenlijk ook. Wat je daar ziet, het icoontje van Copilot, dat is de Artificial Intelligence assistent van Microsoft, kan jou helpen om snel antwoorden te geven op vragen die ergens in ongestructureerde data zitten. Dus ik heb wat mooie lijntjes getekend vanuit allerlei programma's. Dat visualiseert eigenlijk een klein beetje van hoe gaan wij om met onze bestanden. Die mailen wij rond en dan hebben we allerlei versies en we weten niet meer wat de laatste versie is. Pas sprak ik iemand en die zei, dan vind ik een versie op SharePoint. Ik weet niet of dat nu de versie is die naar de klant is gestuurd, of dat daar nog iets aan is bewerkt. Nou, het is typisch iets van ongestructureerde data waar het mis kan gaan. En maak dus duidelijke afspraken over het delen en samenwerken van bestanden. Dat gaat ook over, gaan wij nog rondmailen? Of zeggen wij rigoureus binnen ons bedrijf, mailen is prima, maar je mag geen bestanden meer als bijlage mailen. Je moet een link ergens naartoe waar je hem hebt opgeslagen. Precies. Ja. En dan werk je in één bestand, heb je verschillende versies. Ja. Er zijn mensen die maken kopietjes van bestanden, waarin dan in het kopietje, en je weet op een gegeven moment zelf niet meer wat het bestand is, wat je eigenlijk moet gebruiken. Het gaat ook over toegangsrechten, versiebeheer. Hoe gaan we daarmee om? Dus een tip is eigenlijk, kijk per afdeling. En eigenlijk is bij elke tip de onderliggende aanpak begin klein. Kijk naar een afdeling die daar het meest voor de hand ligt om daarmee te beginnen. Ga daar eens mee experimenteren. Afspraken te maken van hoe gaan wij hiermee om? Hoe structureren wij onze bestanden? En hoe willen wij zorgen dat alles duidelijk is wat we vinden? Dat we niet zeggen, er zijn twee bestanden, we weten niet wat de verschillen zijn. En hoe gaan we continu verbeteren? En als je dan eenmaal weet, dit is een handige werkwijze, ga dat dan uitrollen naar de rest van de organisatie. En dan kun je ook op een gegeven moment makkelijk naar dat Copilot gaan en een vraag stellen, wat is de fietsregeling van ons bedrijf? Want als die maar één document vindt waarin het staat, omdat dat de laatste versie is, krijg je het juiste antwoord. Maar vindt Copilot drie documenten waarin drie verschillende dingen staan, dan is de kans groot
dat je het verkeerde antwoord krijgt. Dus ja, dit is de basis. Ja, helder. En nou is het doel van Laudame met deze inspiratiesessie om onze klanten ook verder te helpen met eigenlijk laagdrempelige tips en dergelijke. Dus ik zou jullie willen oproepen, ik kom nog wel eens bij klanten over de vloer in mijn rol, en iedereen die herkent dit wel, hè, stuur geen bestanden door. Zet er een link in dat het centraal is opgeslagen, dat iedereen in hetzelfde bestand zit. Laat nou eens weten in de chat of je dat ook echt doet. Want het lijkt heel simpel, en we praten er misschien wel hè, in een inspiratiesessie van een klein uur, snel overheen. Maar hoeveel mensen doen dit nou echt? Alleen een link doorsturen en een centrale plek met elkaar besproken hebben waar je dan vanaf werkt. Ik ben benieuwd wat jullie reacties zijn. Ja, precies. Ik was eigenlijk begonnen met hè, meer een data-insteek van, nou, praat je over datamodellen, dat soort zaken. Maar toen dacht ik, dit is eigenlijk de eerste stap. Hier gaat er zoveel fout, hier valt heel veel te verbeteren. Dus wil je echt dingen die je morgen of vandaag nog kan verbeteren, begin hier. Dan gaan we nu wat meer nog naar de data kant zelf. Nou, we hebben het al over de strategie gehad. Elke medewerker neemt beslissingen. En wat mij betreft is dat ook de basis voor datagedreven werken. Welke beslissing moet ik nemen? Ga ik links of rechts? Of ga ik rechtdoor? En zo heeft iemand continu beslissingen. Als je in de auto zit, beslis jij welke route je neemt. Als je naar een klant gaat of waar je ook naartoe gaat. Dus eigenlijk is het leven, zeker het werk, vol met beslissingen. En daarbij wil je eigenlijk geholpen worden. En in die beslissingen heb je dus een medewerker die centraal staat om zijn werk zo goed mogelijk te doen. En aan de strategie wil bijdragen. Die zegt, nou, ik vind die strategie een heel ambitieus, mooi plan. En ik wil daar mijn uiterste best voor doen. Geef mij de gereedschappen om goed mijn werk te doen. De beslissingen te nemen waarvan ik weet, ze zijn goed. Nou, in de wereld om die medewerker heen verandert er van alles. Dat is die emergente strategie waar we het over hebben gehad. Je wil weten hoe goed is onze uitvoering, waar staan we? Gaan we nog de goede kant op of gaan dingen niet goed? Het heeft te maken met besluiten nemen op basis van twee dingen, emotie en ratio. Het is een mooi voorbeeld als je op de weegschaal gaat staan. Ik spreek uit eigen ervaring. Je stapt op die weegschaal, je denkt dat getal klopt niet. Dus je stapt er vanaf en je gaat net iets anders op die weegschaal staan. En je denkt, het klopt toch wel. En stap je op de weegschaal en je denkt, hey, dat is een mooi getal. Dan stap je van de weegschaal af en dan ben je helemaal tevreden. En ze werkt ook een beetje met data. Het is emotie en ratio. Dus je wil zeggen, je wil medewerkers ook meenemen in het datagedreven werken. En dan moet je die emotiekant zeker niet vergeten. Dus het gaat over de inzichten die je aan de medewerker geeft. Hoe werkt dat nu precies? En de getallen, wat is de impact op de medewerker? Ja. Even terugkomen op de vraag die ik net stelde. Er zijn een aantal die gelukkig eerlijk antwoord geven. Bekend schuld en ik doe het te weinig. Bij Protestantse Kerk Nederland zie ik een van mijn contactpersonen die aangeeft van nou, bij definitieve documenten wordt er een PDF van gemaakt. Er wordt veel met linkjes gewerkt. En dan niet kinderachtig bedoeld, maar ja, veel met linkjes werken. Hè? Als ik dan hoor hoe het verhaal van Copilot werkt. Ja, maar je zal maar net een keertje niet met linkjes werken en toch een bestand ergens weer neerzetten. En hier ook iemand die werkt vanuit SharePoint. Dus zo mogelijk delen we links in plaats van bestand. Het is mooi om te lezen dat het leeft in ieder geval bij jullie. Ja, heel goed. Probeer dat dan iedere keer te verbeteren. Kijk waar je het nog beter kunt doen met makkelijke aanpassingen. Daar komt het eigenlijk neer. Ja, dus je wilt de mens, de medewerker, goed zijn werk laten doen. Want dan krijg je ook meer plezier in je werk. Wat je dan eigenlijk moet doen is beginnen bij een heldere visie op het gebied van data. Vanuit het management. Ik sprak pas iemand die zei, ik moet iets doorsturen naar de directie. Elke maandag stuur ik een bepaald bestand door naar de directie. En dat bestand ben ik niet de eigenaar van. Maar ik heb eenmaal de vraag gekregen om dat door te sturen. En dan, ik weet niet waarom ik het doe. Ik ben de eigenaar niet van de data, maar ik doe dat continu. En als je dan van meer datagedreven wil gaan werken, begin dan ook vanuit het management met het voorbeeld te geven en zeggen van hoe kan ik aan de relevante inzichten van mij komen en dan daarbij gebruik maken van de data waar ik op kan vertrouwen. En als je dan een traject inzet om je data centraal op te slaan en zometeen gaan we nog wat meer inhoudelijk daarover praten over je definities en hoe je je data dan moet vormgeven, zorg dan ook dat je daarop inprikt, zeg maar, vanuit het management en dat je ook zorgt dat de data altijd wordt afgenomen bij de juiste partij, en dat die partij ook weet dat jij de data afneemt. Want het grote gevaar van data is dat het een eigen leven gaat leiden. Ik stuur een rapportje naar jou, jij verrijkt hem een beetje en jij stuurt hem weer door naar iemand anders. En uiteindelijk weet de eigenaar van de data die verantwoordelijk zou moeten zijn voor die data, weet
niet wie de eindgebruiker is. Want die is ergens via via zit die in de organisatie. Dus het is heel belangrijk om alle data die je deelt binnen de organisatie voor een bepaald doel te delen. En daar ook afspraken te maken van hoe die informatie gedeeld wordt met andere mensen. Het is dus belangrijk om te kijken van wat is de impact van data op de medewerkers in de gehele keten. Dus als jij aan het begin van de keten zit en je vult daar je data niet goed in, wat is dan later in de keten de impact? Bijvoorbeeld, stel je moet risicomodellen maken en je vult ergens een bepaalde parameter niet in, omdat het niet per se nodig is om een lening of een krediet te verstrekken, bijvoorbeeld. Nou, dan kun je later in de keten bij de mensen die de risicomodellen moeten maken, die hebben gaten in hun data zitten en zijn daardoor niet compliant, waardoor je weer andere problemen gaat krijgen. Dus voor heel veel data is het dus ook niet nodig om het ingevuld te hebben om je organisatie te laten draaien, maar loop je bijvoorbeeld bij ESG-regelgeving er tegenaan dat je die data had willen hebben, maar dat je die data dus niet hebt. Dus je moet eigenlijk ook de verwachtingen bespreken met van, en dat begint ook met kritieke data-elementen, wat is nu echt belangrijke data die we moeten vastleggen en die we moeten willen gebruiken om onze organisatie goed te kunnen draaien. En het stukje wat vaak over wordt geslagen is, we doen wat losse initiatieven. We gaan medewerkers trainen op het gebied van Power BI. Maar door de waan van de dag, uiteindelijk laat ze het liggen. En Power BI is vrij complex, kan vrij complex zijn. Laat ik zo zeggen, je kan eenvoudig beginnen, maar het kan vrij complex zijn. Medewerkers moeten dus eigenlijk weten van, ik krijg gelegenheid in mijn werk om dit te gaan toepassen. Dus maak daar ook tijd voor vrij. Het is een investering. Het is ook een stukje change management. Oude gewoontes moeten veranderd worden om echt die data meer waarde te laten krijgen. Dus ja, je moet dus eigenlijk per medewerker bespreken welke data genereer jij en voor wie is dat waardevol en welke keuzes worden dan genomen en hoe kan data dan jou helpen om die keuzes beter te nemen. En maak het onderdeel van de opleiding van de medewerkers. Ontwikkeling data is eigenlijk een onderdeel van jouw zou altijd een onderdeel van jouw ontwikkeling moeten zijn. Zorg dat het gaat leven bij de medewerker. Precies. En laat ook merken dat je als bedrijf erin wil investeren. Ja. Dat kost soms tijd, dat kost soms geld, faciliteiten, dat soort dingen. En dat is een continue investering. Het is dus niet één keer een training geven en dan denk ik, het gaat wel gebeuren. Ja. Dus je moet daar een visie op hebben vanuit management. Zeggen van, dit willen wij, dit vinden wij heel belangrijk. En ja, help mensen dan ook om dat daadwerkelijk in praktijk te gaan. Laat het periodiek terugkomen. Ja, ja. Precies. Nou, je hebt een aantal niveaus waarop een organisatie kan zitten op het gebied van datagedreven werken. Het begint eigenlijk bij bewustwording, beginner, dat je zegt, nou, we weten dat het belangrijk is om data te hebben, maar we hebben eigenlijk geen visie, we hebben het eigenlijk niet gebruikt. Ja, we roeien een beetje met de riemen die we hebben, maar we doen niet echt iets met data, creëren geen belangrijke inzichten, beslissingen worden niet genomen op het gebied van data. En dan krijg je langzaam de volgende stap, je gaat de ontwikkeling in, je gaat wat met data doen. Je gaat het wel gebruiken, maar het is inconsistent. Je krijgt hem data misschien niet via de officiële weg, maar via achterdeurtjes. Maar je zegt van, ik vind het wel belangrijk. Uiteindelijk, als je dan weer een stapje doorgroeit naar de toepassing, dan ga je echt zeggen van, vanuit de organisatie, data is belangrijk. Dat gaat leven bij ons. We gaan het vanuit IT, gaan we data beschikbaar maken. En je gaat bij IT vragen voor die data. En dan hebben de mensen ook wel wat kennis van rapporten. Iedereen begint wel wat te bouwen, krijgt er wat meer gevoel bij, gaat wat meer leven. En is uiteindelijk nog steeds niet optimaal, maar het begin is er. Als je dan een stapje verder gaat en het nog iets beter wil gaan doen, dan ga je echt zeggen van, nou, de directie praat over de data. Dat is een onderdeel van onze strategie. Dus data is onderdeel van elk... Dat wordt ook gemeten eigenlijk, hoe goed is onze data? Is onze data beschikbaar? Wat is de kwaliteit van onze data? En die wordt ook dan vanuit verschillende domeinen wordt die ontsloten. Dus het is niet echt IT meer die verantwoordelijk is voor de data. Wel om te ondersteunen dat die data beschikbaar wordt. De tools, systemen, dat soort zaken worden wel centraal aangestuurd. Maar eigenlijk maak jij een overeenkomst met de eigenaar van de data. Dus dan praat bijvoorbeeld over HR-data. Dan is HR de eigenaar van de data. En dan zeg je tegen HR, HR, ik wil graag jouw data hebben voor deze en deze rapportage. En dan maak je afspraken van, hoe gaan we dat doen? En dan de volgende stap is eigenlijk om dat continu te verbeteren. De data, de kwaliteit, de governance. Te weten van, waar zit de data? Wie neemt dat af?
Waarom wordt het afgenomen? Hoe kunnen we de datakwaliteit verbeteren? Dus daar zitten allerlei stappen in die je kunt nemen. Je gaat nooit in één keer uiterst rechts. Dus je gaat stapje voor stapje ga je steeds meer dingen verbeteren. En dat moet ook echt gaan leven. Het is best een traject waar je dan doorheen moet als organisatie. Het is ook goed om er gewoon eerlijk voor jezelf naar te kijken. Van waar staan we nou als bedrijf? En als ik kijk naar Laudame, dan zou ik mezelf heel graag helemaal rechts in willen kleuren. Maar ja, eerlijkheid is dat dat bij ons ook nog niet het geval is. Als je jezelf eerlijk inkleurt in deze kolommen, dan weet je ook wel welke stappen je moet gaan zetten. Dus om daar op een goede manier mee bezig te zijn. Ja, precies. Het idee is eigenlijk dus een plannetje te maken en klein te beginnen. Kijk, waar zou dit nu het beste kunnen starten? En dan kun je beginnen en leren van hé, hoe werkt dit nu voor ons en werkt dit, zorg dat management commitment heeft, daar ook aandacht voor heeft, dat het goed gaat. Investeer die tijd in die medewerkers, maar als je klein begint en je kunt ook al in Excel beginnen, bij wijze van spreken, met een soort proof of concept van zo willen we dat het er ongeveer uit komt te zien. En dan heb je een idee waar je naartoe wil werken en dan ga je dat uiteindelijk goed inregelen. Want Excel is geen goede data management oplossing. Dat is meer om te oefenen en te kijken van hoe willen we dat het eruit komt te zien. Uiteindelijk wil je dat meer structureel borgen. Ja. Dan komen de volgende stappen, want mensen willen weten van, daar hadden we het natuurlijk net over gehad, waar zit nu de data en waar kan die data waarde voor mij opleveren? Als je dus de mensen in een proces intekent, dan weet je van hier is een proces, er worden allerlei beslissingen genomen en ergens in dat proces wordt data gegenereerd en geconsumeerd eigenlijk. En dan heb je een wisselwerking tussen mensen die iets in een tool doen met data. Ze voeren data in, maar ze gebruiken ook data om iets goed in te kunnen voeren. En dat is een proces wat continu een wisselwerking heeft. En eigenlijk is data daar de centrale, zit eigenlijk midden in dat web waar mensen dus als ze goede data hebben, het goed kunnen invoeren in de tools, dan lopen de processen goed. En dan is alles optimaal geregeld. Dus dat is eigenlijk de eerste stap is van welke processen heb je binnen je organisatie die je kunt splitsen. En dit zijn maar gewoon eigenlijk hoog over wat voorbeelden per organisatie gaat dat natuurlijk. Zal dat er anders uitzien. Maar je weet dan uiteindelijk ook wie is er verantwoordelijk voor die data die uit dat proces komt. Want je kunt IT niet verantwoordelijk maken voor het inkoopproces. Of de data die uit het inkoopproces komt, inhoudelijk. Dus wel technisch gezien, de verwerking van die data, daar zal een grote verantwoordelijkheid bij IT liggen. Maar dat die data kloppend is en volledig is, en ook gemodelleerd is volgens het proces, dat is eigenlijk belangrijk om dat bij de juiste partij neer te... Wat je net eigenlijk ook aangaf, HR, ik wil graag jullie data. Dan maak je HR-owner van hun data. Alleen IT zal ervoor zorgen dat het op de juiste manier kan worden ontsloten en worden gebruikt. Ja, precies. En soms, hè, sommige organisaties die groter zijn, heb je dan DevOps teams, waar meerdere rollen binnen één team zijn. Dus dan heb je de technische mensen in je team, dus dan is dat wat minder IT. Ja, IT zorgt dan wel echt voor de infrastructuur, voor de platformen, dat soort zaken. Maar niet voor het daadwerkelijk ontsluiten van de data. Ja. Maar dat verschilt dus sterk per organisatie wie wat doet. Ja, en hier blijkt dus ook uit dat je het echt samen doet. Hè? Het is weer iets wat gedragen moet worden door elke medewerker in de organisatie. En iedereen moet doorhebben wat je eigenlijk toevoegt. Want er hoeft er maar één tussen te zitten die de data verkeerd invoert. Ja, dan loopt het eigenlijk als paard. Ja, en dan wil je dus een feedback loop hebben richting de data-eigenaar. Dat je zegt van, hier hebben we een fout gevonden in de data. Los dat op bij de bron. En dan hoef je dat niet via IT te laten lopen. En heb ik een klein voorbeeldje, het is een hypothetisch voorbeeld, maar teken je processen uit. Kijk welke verschillende domeinen er zijn. En per domein ga je dan bepalen hoe dat domein eruit ziet in termen van data. Dus dan krijg je eigenlijk een goed datamodel. En een datamodel, eigenlijk de definitie van een datamodel, als je het aan mij vraagt, is dat het een representatie moet zijn van de business. Van wat doen wij nu eigenlijk? En dan ook de verhoudingen tussen de verschillende elementen die daarin zitten. Dus je hebt bepaalde concepten die in een bepaalde context zitten. Dus je hebt bijvoorbeeld een medewerker. Als we dan over HR-data praten, die heeft dan een rol. Nou, daar komen we zo nog even op. En dan
is het, als je eigenlijk naar het datamodel kijkt, is het eigenlijk al duidelijk van ja, dit is inderdaad hoe wij werken, hoe onze bedrijfsvoering eruit ziet. En dan krijg je verschillende levels waarop je dat datamodel kan maken. Mm-hmm. Je wil de koppeling met de business krijgen, dus daar is het conceptuele datamodel voor. Het gaat niet over technische dingen, maar het gaat eigenlijk meer van hoe ziet onze business eruit. Lijkt heel veel op dat proces, die procestekening die we hebben gezien. Nou, dan meer het datamodel met de verschillende tabellen, hoe die zich tot elkaar verhouden. En dan krijg je het logical datamodel. Dat zijn echt meer ingevuld, meer detailniveau. Hoe verhouden de verschillende data-elementen zich tot elkaar? En dat is dus heel gedetailleerd. En het fysieke datamodel is eigenlijk daarop gebaseerd. Het logische datamodel geïmplementeerd in een database waarin echt de data zit. En dat is dan meer hardcore IT, als ik het zo mag omschrijven. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb hier wat ook weer hypothetische voorbeeldjes. En daar kunnen verschillende detailniveaus in zitten. Maar een medewerker heeft een functie en een baan. En een rooster en een afdeling. En dan zeg je, ja, nou, dat klopt inderdaad. In onze organisatie hebben medewerkers een bepaald rooster. En die hebben een functie. En over tijd kan die functie veranderen. En die hebben een bepaalde baan. Nou, er zit nog veel meer detailniveau onder. Maar daar gaan we deze sessie veel te diep erop in. Het is eigenlijk hoog over hoe de business eruit ziet. Dit is een medewerker. En daar moeten we het allemaal over. Of we hoeven het er niet over eens zijn, maar we moeten wel met z'n allen dezelfde definitie gebruiken. Dat is, ja, ook wel belangrijk. Dat is wel een mooi, want dat zijn aan het begin natuurlijk ook. Je moet het wel met elkaar hebben afgesproken. Ja. En er mag discussie over zijn, maar op een enig moment moet je er wel een punt achter zetten. Dit is hoe, ja, hoe we het zien. Ja, precies. Want dan, en ik hoor ook van klanten dat ze zeggen, ik ben het niet helemaal eens met de definitie. Maar ik ben heel blij dat we een definitie hebben, want we praten in ieder geval allemaal over hetzelfde. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is uiteindelijk al een hele opluchting. Ja. In plaats van dat je... Je hebt bijvoorbeeld een mooie definitie van wat zijn verkopen. Is dat wanneer wij een order hebben binnengehaald. En als we hem over een jaar uitleveren. Wat is dan precies de verkoop? En als je het aan finance vraagt, is het als we hem uitleveren. Als je het aan sales vraagt, is het nu. Ja. En die definities moet je heel scherp krijgen. Anders dan ga je hele verschillende cijfers rapporteren. Dan ga je het ook situationeel misschien wel inzetten. Ja, als het je uitkomt. Ja, precies. Ja. Nou, hier hebben we dan het Logical Data Model. Ik denk dat het misschien wat klein is op jullie scherm, maar eigenlijk is dit gedetailleerd per tabel, de kolommen. En dan heb je een primary key, zoals dat PK staat erbij. Dat is de unieke sleutel waarop je je koppeling eigenlijk legt met een foreign key. Dat is de FK, dat is even een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Hè. Dus hier zit nog best wel wat potentieel wat complexiteit onder. Maar het is even om een beeld te geven van hoe zijn dingen aan elkaar gekoppeld. En hoe moeten we dat dus inrichten. Dus eigenlijk je bouwtekening voor de mensen die de database moeten inrichten. Van conform deze tekening, net zoals een architect een gebouw ontwerpt. Ga je ook eerst ontwerpen en dan ga je daarna bouwen. En kan ik dit misschien een beetje vergelijken met hoe je datasets bijvoorbeeld in Power BI aan elkaar sleutelt? Ja, daar lijkt het veel op. Hè. Een Power BI-model lijkt er ook hier op. Alhoewel dit, daar heb je meer een stermodel. Ja. Dus dat is een wat meer platgeslagen model, zeg maar. En je hebt ook Snowflake-modellen. Dat zijn, dat is een wat gelaagder model. Maar inderdaad, daar heb je ook een datamodel in. En daar leg je verbanden met allerlei dimensietabellen en feitentabellen. En dan zeg je, nou, als ik alle feiten wil filteren met een bepaalde dimensie. En dat zijn ook echt communicerende vaten, zeg maar, binnen Power BI. Dus dan filter je een dimensie en dan filter je ook de feiten. Dus dit lijkt daar erg op. Alleen dit zit eigenlijk voor Power BI, maar ook in Power BI, maar net op een iets andere manier. Ja, het was meer, kijk, ik ben hier de leek, zeg maar. Ja. En ik kan me voorstellen dat er wat mensen nu aan het meekijken zijn die wel weer wat ervaring hebben met Power BI, maar nog niet met zo'n logical datamodel. Dus ik dacht, ik probeer een bruggetje te maken, maar... Ja, nee, zeker. Het is... in Power BI zit een variant, hiervan. Maar dan praten we eigenlijk ook wel weer over het fysieke datamodel. Ja. Dus in Power BI zit jouw data, dus dan begin je eigenlijk met het inladen van je data. En dit is het fysieke datamodel, even een voorbeeldje van... Mm-hmm. Eigenlijk het logische datamodel, maar dan ingevuld met daadwerkelijke data waarden. En hier zie je ook bijvoorbeeld historisch vastgelegde data. Dus een bepaalde record heeft een geldigheid wanneer die actief was in het systeem. Bijvoorbeeld, en hier heeft hij geen einddatum, dus hij is op dit moment geldig. Zodra je de geldig tot gaat invullen met een einddatum, komt er, als het goed is, een nieuwe record. Of de record houdt op te bestaan. En dan...
komt die met een nieuwe datum erin. En daar heb je ook weer variant op, met meer complexiteit. Okay, daar, helder. Het gaat te ver om hier daar... Maar het geeft wel een inkijkje van hoe dat werkt. Ja, ja, precies. Dan gaan we naar informatie. En dit heeft al een klein beetje overlap met elkaar. Dus ja, je datamodel is eigenlijk al een stukje informatie toevoegen aan je data. Wat dus heel belangrijk is, en dit zijn ook weer de simpele dingen die je kunt, waar iedereen mee zou kunnen beginnen, is gaan we binnen je bedrijf zeggen, wat zijn onze randvoorwaarden en uitgangspunten? Een kolomnaam, hoe gaan we die opbouwen? Want als er 4 mensen aan een dataset werken, dan krijg je ook 4 verschillende opbouwen van kolomnamen als je pech hebt. En dan praat je over, schrijven we alles aan elkaar, doen we underscores ergens tussen, hebben we hoofdletters, kleine letters. Wat is de volgorde van onze opbouw? Er zijn ook allerlei standaarden te vinden op het internet. En dan praat je voornamelijk over linked data, het wereldwijde web. Nou, heb je standaarden en die zeggen hoe jij een veld moet noemen. En daar mag je natuurlijk van afwijken, maar dat kan je wel helpen doordat mensen al hebben nagedacht over de voornaam van een persoon moet een bepaalde person given name bijvoorbeeld zijn. Ik noem maar even wat. En dan heb je een bepaalde standaard. En die kun je dan al, kun je al heel veel waarde, maar je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden in principe. En heel praktisch gezien, kan het dan zo zijn dat je misschien wel aan de voorkant, dus met het afspreken van een definitie, het afspreken van hoe gaan we de tabellen of de kolommen noemen, dat je daar misschien wel meer tijd mee bezig bent dan straks het daadwerkelijk gebruiken? Ja, want als je dat goed hebt, dan weet je ook uiteindelijk hoe jij een kolom moet opvragen. Dus als bijvoorbeeld in de sales data een medewerker gekoppeld zit aan een bepaalde transactie, dan weet je hoe die medewerker kolom heet, omdat die in de HR-data ook diezelfde naam heeft. Ja. Dus dan kun je die standaarden opzetten en dat is een kwestie van investeren in goede kwaliteit van je data. En dat gaat zich zeker terugbetalen. Alleen het is even een complexe opgave aan het begin om dat helemaal uit te denken. Hoe is onze data gestructureerd? Wat is de hiërarchie? Hoe gaan we onze kolomnamen noemen? Ja. Kolomnamen en datatypes. Een voorbeeld is ook bijvoorbeeld wat voor datumveld gebruik je. Je kunt een dateveld gebruiken met alleen een datum, maar je kunt ook een datetimeveld gebruiken met ook nog een tijd erachter. En als je het datetimeveld gebruikt en er is geen tijd ingevuld, komen er allemaal nullen te staan. Maar als je een datetimeveld met een datumveld gaat vergelijken, gaat de techniek verschillen zien in die velden. Terwijl ze feitelijk hetzelfde zijn, maar omdat die nullen erachter staan, zegt die is groter dan die ander. Ja. En dat soort dingen wil je voorkomen. En door daar van tevoren over na te denken, en dat is ook een kwestie van ervaring opdoen en daarvan leren, maar hoe meer je daarvan standaarden kunt neerzetten, hoe meer plezier je daar uiteindelijk van hebt als je ermee gaat werken. Ik kan me wel voorstellen dat mensen noemen die al als eerste, ik denk dat nu ook wel steeds duidelijker wordt, dat het voor sommige mensen lastig is om te zien van, hé, maar we zijn daar veel tijd mee kwijt, we moeten het erover hebben met elkaar. En wat wordt dan het eindresultaat? Wat is in het voor mij, zeg maar? Ik stop er heel veel energie in nu, maar wat ga ik er dan uiteindelijk voor profijt van hebben? Dus het is wel heel belangrijk om al die mensen mee te krijgen. Ja, precies. Ja, je wil dus eigenlijk, het is echt change management, hè? Dus eigenlijk mensen meekrijgen, een nieuwe manier van werken, gestandaardiseerde manier van werken, eigenlijk ook zeker op dit gebied. Welke technieken gebruik je? Hoe geef je dingen vorm? Hoe noem je dingen? En uiteindelijk, wat is dan het doel daarvan? Om die data te kunnen consumeren zonder dat het je allerlei vraagtekens gaat opnoemen, oproepen. Dus je krijgt eigenlijk in de ideale situatie data als een product wat je van bij een bepaalde markt koopt. En je koopt een hapklaar pakketje met data en dan zeg je, nou bedankt. En dan kun je daar eigenlijk voor 90% mee uit de voeten, omdat jij die data is gedocumenteerd. Er zitten definities aan en je weet gewoon precies waar je over praat. En niet dat je nog zoveel keer terug moet naar de eigenaar van, ik zie hier een waarde staan in dit veld en dat klopt niet. En als je dus ook je datadefinities goed legt en je hebt het allemaal uniform vastgelegd, kun je ook je datakwaliteitsstandaarden daarop baseren. Dat is die middelste. Dus dan kun je gaan zeggen, een persoon, een medewerker moet altijd een voornaam hebben. Als de voornaam leeg is in de medewerkertabel, dan hebben we een datakwaliteitsissue en dat moeten we oplossen. Zo kun je allerlei businesslogica, dat een getal tussen een bepaalde bandbreedte moet liggen, kun je allemaal op die data loslaten. En het mooie van het datamodel is eigenlijk ook, en
als je dit eraan gaat toevoegen, is dat het niet per se al zo hoeft te zijn dat het al goed in je systemen zit. Maar je kunt eigenlijk de gewenste situatie vormgeven en je data erin stoppen. En dan zie jij waar je gaten zitten en waar je problemen zitten. En die kun je dan structureel oppakken. Dat je dan ook meer energie misschien houdt om door te gaan. Ja. Want dan heb je al de kader staan. Precies. En dan weet je waar je gericht aan het werken bent. Ja. Ja. Oké. Okay. Wat is dus eigenlijk, nou ja, wat jij zegt, wat is in het for me? Dataconsolidatie. Je kunt data, hè, ook als je bijvoorbeeld meerdere entiteiten hebt in meerdere landen, kun je data consolideren, ook makkelijker. Omdat je een datamodel hebt die gebaseerd is op jouw business en die dan grotendeels overlapt met al die verschillende entiteiten, kun je data makkelijker consolideren. En je kunt je data dus ook van, stel je neemt een partij over, dan kun je dat integreren in je datamodel. Het is betrouwbaarder uiteindelijk, dus mensen, we hadden het even over die KPI's in het begin. Je wil ergens op vertrouwen, je wil dat dat goed is. Nou, doordat dit fundament goed ligt, weet je ook van, ik heb meer comfort bij het sturen op basis van de KPI's. Het is ook sneller inzicht in je bedrijfsvoering. Je hebt meer flexibiliteit. Ook binnen Power BI zien we, als je een goed datamodel hebt, dan kun je heel snel dingen visualiseren, naar boven toveren die je anders met veel meer moeite bij elkaar had moeten vegen met allemaal Excel-bestanden en het combineren enzovoorts. Ja, goed om te horen. Dan komen we bij nummer 4 aan. Pilaar nummer 4. Ja. Platformen en systemen. Dat is eigenlijk de basis ook waarop je alles baseert. Is kijk naar wat is in mijn bedrijf nu voor behoefte. En kies een centraal dataplatform. Dat je niet met allerlei verschillende technologieën werkt. Je kunt elkaar ook versterken. Je kunt van elkaar leren. Je kunt elkaar helpen. Als je allemaal in grote lijnen hetzelfde gebruikt. Het hoeft niet allemaal precies hetzelfde te zijn, want voor sommige toepassingen heb je natuurlijk een andere technologie nodig. Maar als je het nou op een centrale plek regelt, kun je ook je beveiliging veel makkelijker regelen en je toegang. Dus kijk dan, als al die data nou op één plek samenkomt, kunnen we daar heel goed de toegang regelen. En dan kun je ook zien, in je technologie, kun je zien wat de gebruikers zijn van je data. Dus je kunt ook in heel veel van die tools, kun je logging ophalen in Power BI. Van kun je zien hoe vaak wordt mijn rapport gebruikt, wie gebruikt mijn rapport, wordt jouw rapport nooit gebruikt, wat je hebt gebouwd, ga dan eens onderzoeken waar dat dan in zit. Ja, dit vind ik wel een mooie, want ik wist heel lang niet dat dat bestond, maar ik denk dat veel bedrijven daarmee wel eens de gesprekken aan kunnen gaan met de business. Dan is er een dashboard gebouwd, het gebeurt overal wel eens, dan kom je er tot, hij wordt eigenlijk niet zoveel gebruikt, en ga dan eens het gesprek aan, maar waarom niet? Nou, want het is vaak heeft dat natuurlijk wel een reden. Maar ja, er staan niet de KPI's op waar ik echt iets aan heb om mee te sturen. Of ik vertrouw de data niet. Ja, of wat dan ook. Maar gebruik het ook echt om met elkaar die interactie op te zoeken. Ja, exact. En help mensen dan ook die technologie te gebruiken. Ondersteun en ook weer opleidingen. Dingen veranderen continu. Hè. Ook bijvoorbeeld Microsoft. Iedere keer worden nieuwe updates uitgerold. Je moet continu bijblijven eigenlijk. Daar komt het op neer. En je datakwaliteit die wil je zo vroeg mogelijk in de keten waarborgen. Dus dat betekent eigenlijk al, als je je datamodel hebt gemaakt en je ziet dat daar bepaalde datavelden altijd leeg zijn die jij als kritiek data-element hebt aangemerkt, zorg dan dat het in de bronsystemen al wordt gemarkeerd als een verplicht veld. Zodat je zo vroeg mogelijk in de keten dit kunt oplossen en de kraan dicht kunt draaien. Dus daar kun je technologie ook mooi voor inzetten. Dan heb ik nog eentje hier eigenlijk als inspiratie. Ja, dat vind ik zelf heel interessant. Dus ik ben hier ook naar aan het kijken. Hoe kunnen we dit inzetten? Dit is ook onze eigen inspiratie. Ja, ook voor onszelf. Dan praat je over knowledge graphs. Dat is eigenlijk hoe je kennis kunt visualiseren. Dus eigenlijk is dit data in een context geplaatst met oneindig veel verbindingen die je kunt maken. Wat je rechts ziet is een stukje Wikipedia over Rotterdam. En dan zie je... Wat ligt er ten noordwesten van Rotterdam? Of ten noordoosten? Nou ja, dan kun je dus eigenlijk visualiseren. En dit is maar een tipje van de ijsberg wat hier allemaal onder zit. Maar dit is eigenlijk linked data op basis van Wikipedia. En Wikipedia heeft eigenlijk alle data gelinkt. En die kun je dus uiteindelijk aan een machine, hier ook dus, AI bijvoorbeeld, kan hier antwoorden uithalen uit de data. Bijvoorbeeld, welke
Welk dorp ligt er ten westen van Rotterdam en heeft een molen? Ik noem maar wat. Ja. Dat kun je hier uithalen. Waarvoor je in je normale dataset, of de huidige gestructureerde dataset in SQL bijvoorbeeld, moet je heel veel joins maken. En dan heb je voor één vraag allemaal specifieke joins nodig. Maar als je vraag dan net iets anders is, ja, moet je dat weer allemaal omzetten. En dan heb je te maken met ontologie, met de verbanden tussen die verschillende elementen. En met allerlei standaarden, zodat het ook in het idee is dat het hele internet uiteindelijk één grote databak is die met elkaar verbonden is. Dus eigenlijk je hyperlinks zijn je connecties tussen de verschillende punten. En dit is een beetje toekomstdenken, ook ter inspiratie van, wil jij ooit aan een chatbot vragen stellen over jouw bedrijf? Van waar zitten bepaalde specifieke dingen waar je voor, als je daarvoor een query zou moeten schrijven, een heel complexe query zou moeten schrijven, kun je dit gebruiken en daar links onderin zie je eigenlijk het web van data wat allemaal gelinkt is aan elkaar. En dat is dus ontzettend groot. En als je dat inzoomt, dan komen daar steeds meer punten bij. Maar dit zijn wel heel interessante ontwikkelingen om je data nog beter te gaan weergeven, in een context te plaatsen en allerlei verbanden te kunnen zien die je eerst niet zag. En dit is vrij complex en lastig om dit te gaan bouwen. Maar dit is een beetje de toekomst van bijvoorbeeld artificial intelligence, de large language models, generatieve AI. Dat zit dan weer op dit soort data, is dat gebaseerd. Vooral richting het einde van deze inspiratiesessie, dus ook echt als inspiratie bedoeld, van wat komt er in de toekomst op ons af? Niet per se voor iedereen toepasbaar of noodzakelijk, maar wel leuk om mee te krijgen wat er gebeurt. Ja, we kijken dus ook vanuit Laudaan naar dit soort ontwikkelingen. Hoe kunnen we dat bij onze klanten begeleiden? En de complexe materie dan dus begrijpelijk maken van hoe kunnen we dat dan implementeren? En is het nuttig? Ja, precies. Maar goed, dat is dus eigenlijk wat we doen op het gebied van data is in principe vrij breed. Hè? Ja. Dus waar we ook bij zijn begonnen, we gaan niet iemand helpen om met zijn computer om te gaan. Maar het is wel even een eye-opener, denk ik, voor sommige mensen om te zeggen van, hè, wat stel je zou de muis afpakken van iemand, hoe kan die dan nog zijn werk doen? Of, hoe goed kan die zichzelf redden? Hij zichzelf redden? Tot echt het opzetten van data management, data governance, voor allerlei verschillende soorten trajecten. Dan praat je over rapportage, ESG bijvoorbeeld. Waar zit mijn data? Ik weet dat de data ergens in de bronsystemen zit. Hoe gaan we die eruit halen? Hoe gaan we dat structureren en waarde toevoegen, zodat het ook bruikbaar wordt? Maar we zitten ook op het definiëren van KPI's bijvoorbeeld, dashboarding. Dus dat soort zaken, dat is eigenlijk een vrij breed scala aan dingen waarbij we klanten kunnen helpen. En dan praat je eigenlijk ook over inzicht in welke volwassenheidsfase zit ik nu eigenlijk als bedrijf en waar wil ik naartoe? En hoe gaan we daar komen? Welke stappen gaan we zetten? En is het voor iedereen nou eigenlijk ook het doel om richting leiderschap te komen? Of zeg je, afhankelijk van de organisatie, hoef je niet helemaal naar rechts? Het is het belangrijkste dat je kijkt, waar kan ik de meeste waarde behalen? En wat past binnen mijn organisatie, binnen de capaciteit die ik heb? Dus ergens zeg ik, investeren in data, data management, data governance, is een serieuze investering. Ik had tijd. Het kost energie om daar echt goed in te duiken. Wat zich echt zeker wel terug gaat betalen. Maar niet iedereen zal binnen zijn bedrijf echt het leiderschapstuk wat grote corporate organisaties hebben, hoeven te hebben. Tegelijkertijd bijvoorbeeld met ESG, wat je net aansnijdt. Je merkt wel dat als je je data al verrijkt en er komt, ESG was vroeger niet zo. Nu moet iedereen er op een gegeven moment aan geloven. Als je je data goed verrijkt, dan is het makkelijker onderaan. Hè, om die rapportage op te stellen, ja. Dan wanneer je aan de basis je data nog niet op orde hebt. Precies. Dus soms is het een beetje koffiedik kijken ook van wat komt er aan in de toekomst, maar geeft het je wel, hoe moet ik dat omschrijven? Ja, flexibiliteit, hè? Ja. Het geeft je ook de slagkracht om dingen te doen. Ja. Je moet er in eerste instantie voor jezelf over nadenken, die strategie uit te voeren, en te kijken van welke data ga ik daarvoor vastleggen, hoe belangrijk vind ik dat, en dan zou je ook mij betreft belangrijk moeten vinden, ja. Want het is overal die data en als je ziet hoeveel tijd er mensen kwijtraken met het allerlei ad hoc in elkaar zetten van rapportages of van inzichten, dan is er heel veel waarde uit te halen.
En dan als er dan ESG om de hoek komt, ben je daar ook al klaar voor. Dus voor allerlei de emergente dingen, zeg maar, ben je dan klaar voor. Dus ja, dit is eigenlijk wat ik heb. Even een korte recap. En dan kunnen we ook nog wat vragen eventueel, die als die er zijn, beantwoorden. Begin met strategie. Weet hoe je moet onderscheiden. Waar wil je naartoe? Wat wil je goed doen? Begin klein. Hè. Ga niet je hele organisatie op zijn kop gooien en overal datamodellen maken. Kijk waar dat het meest logisch is. Is dat sales? Begin je met sales? Is het marketing? Begin je daar en anders ergens anders? Stap met de meest waardevolle elementen waarvan je zegt van daar zouden we echt inzicht in moeten hebben. Dat is kritiek voor onze bedrijfsvoering. En dat is eigenlijk een continue cyclus van hoe verhoudt data zich tot de mensen, de processen. Welke informatie halen we eruit? Welke technologieën gebruiken? Wat is geschikt voor ons bedrijf? Hoe kunnen we onze strategie verbeteren en goed uitvoeren? Uiteindelijk het allerbelangrijkste is meer plezier uit je werk te halen door dit goed in te zetten. Ja, we hebben hem ook echt vet gedrukt, want we zien vaak dat mensen toch ontwikkelingen zien als iets spannends. Tast het mijn baan aan, tast het mijn werk aan, dat soort zaken. Maar zie het gewoon als een hulpmiddel om juist leuker te werken, sneller te kunnen werken. Misschien wel dingen te automatiseren, waardoor je juist tijd vrij krijgt om meer in de inzichten te duiken en dergelijke. Dus ja, probeer dat ook aan de menskant, eigenlijk om daarop in te spelen en die gesprekken open te leggen. Dat je erachter komt als mensen niet mee kunnen of niet mee willen, van waar zit dat dan precies in? Kreeg nog een vraag, wordt deze presentatie toegezonden? Kunnen we de sessie nog eens terugkijken? Ja, we kunnen ervoor zorgen dat de presentatie teruggekeken kan worden. Dat gaan we ook doen. Jullie hebben vooraf allemaal mails gekregen om in te kunnen loggen. Ja, na afloop worden weer mails gestuurd waarin ook de link staat, waarin jullie nog eens rustig kunnen terugkijken. Begon de sessie helemaal om aan te geven dat Kees bij ons is gekomen. Een flinke achtergrond in data management. Ik kan me voorstellen dat dit soms wat hoog over was. Dat je denkt, ja, hoe is dat nou precies op mijn business toe te passen? Kees is uiteraard ook op LinkedIn te vinden. Dus ik zou iedereen willen adviseren. Weet je, maak gewoon even een connectie. Stel je vragen. Dat kan heel breed zijn, maar dat kan ook echt op jouw situatie gericht zijn. En dan kan Kees daar ook goed op inspelen. Ik ben ook op de weg te vinden, dus ik kom graag bij je langs. Hè, als je zegt, ik zit met een probleem. Ik vond het zelf niet altijd makkelijk om te zeggen welk niveau ga je dingen toelichten. Praktisch wil je het houden in principe, maar ik kan me voorstellen dat we een heel divers publiek hebben. Waarvan de een zegt, ja, wij zitten hier en de ander zit ergens aan het begin van de volwassenheidsfase. En voor elk bedrijf zijn er passende stappen om te zetten. En ik vind het heel leuk om daarover verder te praten. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om inderdaad mij daarover te benaderen. En zie dat ook als inspiratie inderdaad. Oké, dan zijn we tot het einde gekomen van deze inspiratiesessie. Er zijn geen nieuwe vragen gekomen in de chat. Dus nog een keer, mocht je die na afloop alsnog hebben, kom in contact met ons. Wil ik iedereen bedanken voor het inloggen bij deze sessie. En komen er ongetwijfeld nieuwe sessies waarbij we jullie weer willen inspireren. Kees heeft in ieder geval de aftrap voor deze ronde gegeven over datagedreven werken. Dus daar zullen we vast nog wel op voorborduren. Hartelijk dank allemaal.